3FM Serious Request komt dit jaar naar Heerlen. Wij hebben er zin in. Jij ook? Ja, Domien. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat jij komt als TV voor Kids fan. Ook heten we Paul en Giel hartelijk welkom. Dat goed voorbeeld goed doet volgen, dat is wel te zien in de volgende reportage van basisschool Tarsicius. Zij renden vele rondjes om de Weltervijver en dat allemaal voor het goede doel. Ik ben Tom van basisschool Tarsicius en wij doen een sponsorloop voor Serious Request. Zoals jullie zien is ook hier iedereen in actie. En wie ook in actie is, dat is voetbalclub Sporting Heerlen. Als het goed is, hebben we nu verbinding met een van de trainers. Neville, kun jij eens misschien wat meer vertellen over jullie serieus voetbaltraining? We hebben bedacht om met drie trainers van Sporting Heerlen, John Jansen, Patrick Schaaf en ikzelf, Neville Zundert, om 24 uur trainingsmarathon te houden op het veld van Sporting Heerlen. Wat een leuk initiatief. Wanneer vindt de training plaats? De training vindt plaats op 19 december vanaf 12 uur. Naast het voetbaltraining zijn er andere activiteiten te doen. Zoals de kerstman is 24 uur aanwezig, kan worden hooggehouden, latjes schieten, gaten schieten, voetgolf en kunnen leuke prijzen gewonnen worden. Voor wie is de training? Iedereen kan zich inschrijven, ook al ben je geen lid van Sporting Heerlen. Kunt u inschrijven door naar de website te gaan sportingheerlen.nl of de Facebookpagina Serious Voetbaltraining. Om Giel, Paul en Domien te steunen, gaan de mannen van TV Op de Bies in hun glazen huis. Zij hebben zelf dit prachtige promofilmpje gemaakt. Mannen, alvast heel veel succes! ...21 en 22 en 23 december 2015 komt hij uit, Glazen Huis. Wij steunen deze actie. Jullie ook? Ik ben Kevin Misery en ik draai in het Glazen Huis in Op de Bies. Ook ik ga draaien bij Op de Bies in het Glazen Huis. Wij steunen deze actie. Jullie ook? De Glazen Huis komt hierna op de Bies. Wauw, wat cool man, hoe kom jij ook? Met de vriendelijke groeten van DJ Jeremiah. Dames en heren, en jongens en meisjes, dit was het alweer. Nog even plakboek. En ik zeg, tot de volgende keer. Jongens en meisjes, weten jullie nog een leuke naam voor deze ezel? Mail hem dan. En vergeet niet, vandaag gaat de online veiling open van Serious Art.